In 2014 laat het KNMI voor de kust van Argentinië een Argo-vloot te water. Dit is een meetinstrument dat de eerste jaren rondjes draait op zee. Na 3 jaar in 2017 ontsnapt de Argo-vloot uit deze zeewervel. Hier daalt de zeetemperatuur tot wel 3 graden Celsius. De sterke stroming rond Antarctica brengt het instrument steeds verder. Op sommige plekken daalt het zeewater zelfs tot bijna het vriespunt. Na het passeren van dit eiland gaat de reis weer iets naar het noorden. Op zijn 10e verjaardag heeft onze Argo-vloot al meer dan 13.000 kilometer afgelegd.